Verzadigde vetten zijn echte dikmakers. Ze zitten onder meer in gebak, in de vulling van pralines, in kaas en in boter. De vetten geven smaak en structuur aan het eten. Als u thuis een katrekaar bakt, dan hebt u vetten nodig. Als u eruit haalt, heb je gewoon geen goed product meer. En dat is de uitdaging om te zoeken hoe je dat eigenlijk kan vervangen door iets anders of toch minder ervan gebruiken en toch een goed product. Minister van Volksgezondheid Onkelings wil tegen 2020 10% minder verzadigd vet in ons eten. Een hele uitdaging, maar er zijn succesvoorbeelden. In tegenstelling tot wat de mensen denken, zitten in friet eigenlijk vandaag nauwelijks nog verzadigde vetten. Vroeger was daar het probleem transvetzuren. Omdat men van die grote witte blokken vet gebruikt om in te bakken, is dan uitgeschakeld. In de plaats daarvan gebruiken wij nu alleen nog maar vloeibare vetten, plantaardige, die dus nauwelijks nog verzadigde vetten bevatten. Grootwarenhuizen anticiperen nu al op de vraag naar gezonder eten. Bij De Lijs werd er vorig jaar 12 ton vet uit de bereide maaltijden gehaald, 130 ton suiker uit frisdranken en 38 ton zout uit brood. Het is zeker niet gemakkelijk. Ik denk een voorbeeld waar we heel ver gegaan zijn is deze yoghurt op basis van stevia, waarbij we alle toegevoegde suikers hebben kunnen vervangen door stevia. Dat heeft zeker vele tastings gevraagd, vooraleer dat we eigenlijk de smaak juist op punt hadden, zodat de consument eigenlijk er niks van merkt. Maar er zijn wellicht andere producten waarbij dat niet altijd mogelijk is. Klopt, zoals de muesli bijvoorbeeld. Daar is het maar, zijn we maar geslaagd om een gedeeltelijk 30% te vervangen. Er is maar één regel. De consument mag het verschil niet proeven. En dus zijn er honderden testpanels per jaar. Ik ga nu dus de huidige lasagne uit de oven halen. Dat is het huidige De Lijze product. En hier hebben we de lasagne met een verminderd vetgehalte. En deze lasagne zullen we dus nu vergelijken in ons testpanel tegenover het huidige. En we gaan kijken of er een smaakverschil is. Misschien de ene iets meer groentjes, maar qua smaak en ook qua zicht, het lijkt dezelfde te zijn. Een deel van het vet werd vervangen door extra groenten. Gezondheid heeft misschien een prijs. Dat is ook een van de mythes eigenlijk, denk ik. Het hoeft zeker niet duurder te zijn. Integendeel, grondstoffen zoals suiker, vet, zout, die kosten ook op zich geld. Dus als je die gaat verlagen, hoeft dat zeker geen meerwaarde in prijs te betekenen. Pas als de supermarkt tevreden is over de aanpassingen, gaat het nieuwe recept richting producent. Bij Starmeal maken ze onder meer pasta's voor supermarkten. We hebben de groentjes gewassen en gesneden, we hebben de pasta gekookt. En nu gaan we dat met de hand mengen om onze groenten niet te kwetsen. De dressings die wij gebruiken, dat is ook op basis van yoghurt. Maar dat is dan niet op basis van mayonaise, waardoor dat je eigenlijk minder vetgehalte hebt in je product. Moest je een zwaardere dressing gebruiken, dan heb je onmiddellijk meer vet in je eindproduct. De zon moet ook echt lekker zijn. Hier hebben we bijvoorbeeld een wrap, maar dat is eigenlijk een wrap met een slaatje tussen. Dus wij gaan zo zien van oké, hoeveel vetten kunnen we in totaal gebruiken in een gezonde maaltijd. Dan gaan we dat aanvullen met de groenten, met de saus, zodoende dat dat allemaal juist uitgebalanceerd is. In geen enkel staarmeelproduct is er suiker aan toegevoegd. Dus dat maakt voor ons de nieuwe wetgeving super interessant. Want dit past helemaal in de filosofie van geen suiker toe te voegen, zo weinig mogelijk vetten. Dus we vinden het schitterend dat ze eindelijk daaraan beginnen te werken. Dat geeft ons een duwtje in de rug. Al bij al een positief verhaal dus. De voedingssector beseft dat ingrijpen nodig is. Sensibiliseringscampagnes zijn belangrijk, maar gaan op zichzelf niet voldoende zijn. Wij moeten als industrie onze verantwoordelijkheid nemen. We kunnen ons ook niet wegsteken achter het feit dat de consument zijn gedrag niet aanpast. Wij moeten onze rol spelen. Sorry.